Hallo beste kijkers, hartelijk welkom op deze derde full body workout. Zo dadelijk gaan wij van start. Mijn naam is Mark de Jonk, ik ben jouw personal coach en we beginnen met het eerste deel van onze workout. Oké, en we zijn vertrokken. Hou je klaar? Op rechterbeen. En. Armen goed voor en achter bewegen. En. 4, 3, 2, stap sluit. En. Goed zo. Armen voor en achter. Ja. Goed, je armen strekken en terug naar je toe trekken. En. Op. 6, 7, 2 opzij. 1. En. Heel goed. Probeer buikstrekbeweging te doen. Strek, buik, strek, buik. En. Ah, prima. En. In plaats van aan te sluiten, gaan we achterkruisen. En dan krijgen we een grapevine. Hou je klaar? Ja. 1. En sluit. En sluit. Goed zo. En. Heel rustig in- en uitademen. In plaats van aan te sluiten gaan we onze heel naar achter brengen. En. Grapevine heel. En. Prima. En. Voor, achter. En. Strek, buik, strek. 1, 2, 3. En. Zodat we gaan in plaats van één heel, gaan we drie afwisselende heel. Dat maken. Hou je klaar? Nu. 3, 2, en 6. Goed zo. En 6. En nog eens. En 6. In plaats van dat we die drie heel doen in dit vlak, gaan we doen met een kwart draai. Hou je klaar? Een kwart draai naar mij toe. En ja. En terug. Great fine. Kwart draai naar mij toe. En terug. 1. Goed zo. Telkens gewicht overbrengen van één been naar het andere. En. Zorg ervoor dat je dij voldoende naar achter is. Goed zo. Laatste keer. Gewoon stap ter plaatse. En links. En. Goed armen voor en achter bewegen. We maken een V-step. Met de linker voet. 7. En. Oké, prima. We doen de vier achter elkaar. Laatste. 4 rechts. 1. 2. 3. 4. 2 links. 2 rechts. En. 2. Laatste keer. En. Gewoon stappen. Rechts. We doen het. Grapevine. Stel het niet waar draai. 2 V-step. 7. En. Grapevine. Kwart. Kom terug. V-step. En. Andere zijde. 1. Heel. Heel. En. V-step. Goed zo. Grapevine. Goed die bewegingen van uw armen verzorgen. En. V-step. En. Nog een keer. 1. En. V-step. Laatste keer. Zij. Wachten. En terug. Zij. En. V-step. En. Gewoon stappen ter plaatse. En. Oké, we gaan over naar het volgende blok. We doen eerst een basic step. Voor. Achter. Voor. En. Voor. En. Dit is een basic step. We gaan terug over naar een V-step. En die begint rechts. 1 maal. 2 maal. Nog 2 keer. 3. 4. Links. 1. 2. 3. 4. 2 rechts. 2 maal. Oké. 2. Links.
Pinky. En. Goed zo. En. Stoppen. Stop. En. Goed door. Voor en achter. Basic step terug. 7. En. Voor, voor. En die basic step gaan we over naar een knee up. Are you klaar? Knee up. Hop. En. Voor. En. Voor. Prima. Die gaan we combineren. 1 B-step, 1 knee-up. Are you klaar? Nu. Knee-up. En 2. 1. Knee-up. En 2. Knee-up. En 2. Knee-up. En 2. Knee-up. En stoppen. Stop. En prima. 4. 3. 2 basic step. 1. 2. Knee up. In plaats van 1 knee up doen we er nu 3. Hou je klaar? Nu. 1. 2. 3. 1. 2. 3. En. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Laatste keer. 1. 2. 3. Basic step. 2 maal en knie op 3 maal. 1, 2, 3, 4, 2 maal. Goed zo. En 1, 2, 3. 1 maal. 2 maal. En 1, 2, 3. Laatste keer. 1, 2, 1, 2, 3. En stappen ter plaatse. Nu gaan we die combineren. Eén keer met één V-step en één keer met een dubbele V-step. Oké, hou je klaar. Even goed inademen. En uitademen. En rustig stappen op rechts. Goed in en uit. Dus we doen één V-step, één knee-up. Eén V-step, één knee-up. Daarna doen we dubbele V-step, repeater V, knee-up. 4, 3, 2, en V-step, knee-up. Andere kant. V-step, knee-up. V-step, knee-up. V-step, knee-up. En V-step, knee-up. Laatste keer. V-step, knee-up. Nu twee V's. Twee maal rechts. En één repeater. 1, 2, 3. En twee V's. En repeater. 1, 2, 3. We gaan terug naar single. 1 V. 1 hier. 1 V. 1 hier. Goed. Twee V's. 1, 2. Repeater. 1, 2, 3. En V. Nog eens. En 3, 2, 1. Laatste keer. Single. Single. Knee up. Goed zo. Single. Op. En 2 V's. 1. En 2. Repeater. 3. 1. 2. Laatste keer. 1. En 2. 3 keer. 1. 2. 3. En gewoon stappen te plaatsen. Goed, en over naar het volgende blok. Derde blok. Nog 4, 3, 2, stap sluit. 1, 2. Gaan we beginnen terug met die stap sluit. Goed zo. We gaan over naar 2. 2 stap sluit. 2 stap sluit. 2 stap sluit. Goed, enkel. Enkel. Dubbel. Enkel. En dubbel. Nog een keer. Enkel. Enkel. Dubbel. Enkel. Enkel. Dubbel. Armen komen erbij. Enkel. Enkel. Dubbel. Enkel. Enkel. Dubbel. En. Enkel. Enkel. Dubbel. Nu, in plaats van aan te sluiten, gaan we onze hiel achterwaarts. En. Enkel. Enkel. Dubbel. We gaan een kleine sprong maken.
grote cirkel. En 1, 2, hop. En 1, 2, hop. En 1, 2, en 1, 2, hop. Laatste keer. En stop. En heel rustig voor. Voor. 3, 2, stap sluit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In plaats van wat telkens heen en terug voor, doen we terug die vorm in L. Dus ga je even voordoen. Gaan een kwartje draaien. Komen terug. 1, 2, 3, 4. Oké. Terug. Je stap zijn, ga naar voren. Kom terug. Opgepast, nu gaan we onmiddellijk naar de andere zijde. Klaar, ja. Zij. En terug. En zij. Kom terug. En. 1, 2, en. Stappen, rechts. En. In plaats van te sluiten, doen we nu telkens heel zit vlak. 6, 7, en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We zijn alleen maar langs één zij. Dus een elfste. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En stappen. Stappen. Om de overgang te doen van links naar rechts, doen we 2, 2 stappen. 4, 3, 2, en. V-step. 2. Doe een paar keer achter elkaar. Oké. Gewoon stap te plaatsen. En. Dus. L-step. 2V. Andere kant. 4. 3. 2. En. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2V. En. Naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, en 6, en terug, en 7, op, goed, en naar links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7, oké, rustig stappen, 1, oké, vanaf het begin, met de schaapswing, single, single, double, hou je klaar, ja, single, single, double, en single, single. Doe dat nog een keer. Dan gaan we over naar het tweede deel. Hou je klaar? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 feest. Eenmaal. 2, opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doe opnieuw. 1, 2, grote cirkel. En 1, 2, grote cirkel. En heel, hap, naar voren. Kom terug. 2, 2, eenmaal. 2, en laatste keer. En 2, 2. En rustig stappen ter plaatse. Heel rustig inademen. En uitademen. En we gaan over naar het tweede deel. Goed, we gaan over tot het tweede deel, het onderlichaam. We hebben nodig twee gewichtjes, we gaan er voorlopig eentje even opzij leggen. We pakken het gewichtje in je hand, we duwen, we pakken het niet vast, maar we gaan het gewichtje duwen. Twee benen zijn ietsje breder dan schouderbreedte. En we gaan buigen en we gaan strekken. Als je geen gewichtje hebt, kan je altijd gebruik maken van een waterflesje. En buig. 1, 2. 1, 2. Oké, we gaan proberen van de ellebogen te tikken tegen je dijen of net aan je knieën. Zorg ervoor dat je knieën mooi parallel blijven. En het gewichtje blijft voor je borst niet op en neer en je blijft duwen. Je voelt ook tegelijkertijd je borstspieren, je schouderspieren en je rugspieren. Oké. Op. En. Goed zo. En. Nog 4, 3, 2,
en we steunen op ons rechterbeen. Gewichtje in de linkerhand. We gaan langzaam naar voren. We doen een deadlift en we komen terug. En voor, 2, 3, 4 en terug. 2, uw dij blijft achter. 1, 2, 3, 4 en terug. 6 en laatste keer. 1, 2, 3, 4 en op. 6 en we gaan terug de squats doen. Telkens goed duwen op je gewichtje. Ellebogen tikken de dijen en met een rechte rug. Dus zorg ervoor dat je niet met een ronde rug naar voren gaat, hè, maar dat je wel met een rechte rug. Zit vlak heel goed achteruit, strekken en gebruik je rugspieren. En telkens goed strekken van de been. En, oké, we doen dat 4 maal. 4, 3, 2. En steun links. 1, 2. En terug. 2, 1, 2. Nog 2 maal. 1, 2. En terug. Laatste keer. 1, 2. En terug de squats. En 1. Op. 2, 3. Laatste. En steun op ons linkerbeen. Ga naar voren. En terug. Maakt niet uit als je een keertje je evenwicht verliest. Hou je rug recht. Trek op je rugspieren. Voel het vooral in je zitvlak. En terug squat. 1. 2. 3. Goed doorstrekken omhoog. En gewicht over. En terug. Gewichtje naar beneden laten hangen. En 7. En terug squat. En 1. 2. 3. En de jump shift over. Voor. En op. Op iets sneller. 1. 2. Op. 2. 1. 2. Op. 2. Nog 2 maal. En. Oké. Goed. Dan pak je bij een volgende oefening een gewichtje bij. Dus een gewichtje met 2. Een oefening met 2 gewichtjes. En. Handen blijven. Naast je armen zijn. Hier. En we doen. 1. Squat. Een hef. Een squat. Hef. Squat. En. Hef. Laatste keer. Ander been. Hef, neer, hef, neer, hef, neer, ander been, 4 maal, 4, 3, 2, en wissel, en 1, laag, 2, laag, 3, laag, en we doen een lunge, linkerbeen gaan naar achter, en rompjes recht, en 1, 2, 3, 4, we blijven laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wissel van been. Langzaam. 1, en terug. Laag en op. Goed zo, goed omrecht houden. En we blijven laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en wissel van been. Nu ga je naar voren met gestrekte romp en been gaan naar achter. 6, 7 en 1, 2, 3, 4. Trek je schouders heel goed achteruit. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wissel van been. En 1, 2. Probeer te spotten schuin voor je. Hou je hoofd in het verlengde van je romp. En 1, 2, 3, 4. En terug. 2, 3. En 1, 2, 3, 4. En laatste keer. Oké, alles begint opnieuw. En 1, en 2. Goed zo. 3, 4. En lunge. 1,
2, 3, 4, we blijven laag. 1, 2, 3, en naar voor, tilt, en terug omhoog. 5, 6, 7, en langzaam voor. En we wisselen van been. 6, 7, terug buigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en naar voor. 1, 2, 3, 4. Kom terug, goed romp recht houden. En terug. 2, 3, 4 en 5, 6, 7. Oké, prima. Volgende deel. We gaan onze handen kruisen. En je brengt je gewichtjes tot tegen je schouders. Voeten zijn parallel. En we doen een squat. En langzaam. En 1. 2. Dus goed je voeten parallel houden. Zorg ervoor dat je knieën niet naar binnen draaien. Duw je knieën parallel. Zorg dat je gesteund bent op zowel je kleine teen als je grote teen. He? Dus dit is alleen op mijn grote teen. Dit is alleen op de kleinteentjes. Dus goed naar voren houden. Op. En nu gaan we achterkruisen. En 1, 2, 3. Goed omrecht houden. 5, 6. Terug squat parallel. 1. 3. Andere kant. En 1. Goed parallel houden. En terug. Squat. Parallel romp recht houden. Trek vooral op je rugspieren. En voel je zitvlak en je benen. Nog twee keer. En terug. Squat. En goed opletten op je romp, schouders achteruit. En achterkruis. 1, 2, 3. En nu doen we dezelfde beweging in open positie. Dus tenen opzij. En buig je knieën. 2, 3. En achterkruis. 1, 2. 3, 4 en 1, 2, goed naar voren kijken en achter, 1, 2, 3 en even wachten, even uit. Nu doen we een combinatie van eerst parallel, daarna open. 7 en parallel, 2, 3. Achterkruis. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Opgepast, open positie. En 1, 2. Laat niet te veel je ellebogen naar beneden hangen. En achterkruis. En 1, 2, 3, 4. Laatste keer. 1, 2, 3. Laatste achter. En 1. Goed je knieën open. 3. Laatste keer. En rustig stappen. Goed daar naar voren, achter. Oké, de derde oefening is twee benen parallel. We doen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Laatste keer.
En linkerbeen gaat naar achter. Biceps. 2. 3. Wissel. En 1. 2. 3. En wissel. En 1. 2. 3. En wissel. Terug wisselen, we blijven laag. En 1, 2, 3, 4. Goed je polsen omhoog. 6. En wissel. Goed parallel houden. En romprecht, niet naar voren hangen. 5. Alles begint vanaf het begin. En shoulder press. 1, 2, 3. Twee maal achter elkaar. We gaan in lunge achter. Biceps. En 1, lunge. 2. En we blijven laag. 1, 2, 3, 4, prima. 5, 6, en terug squat. 1, hop, en neer. Hop, en rechterbeen achter. En 1. Goed zien dat je in je lunge goed zit, dat die knie boven je enkel zit. En hou. 2, 3, 4. Laatste keer. 1, 2, 3. Alles een keer achter elkaar. Hop. 6. Achteruit. En 1. We doen achteruit gaan zitten. We blijven laag. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de laatste keer de squats. Lunge. En back. En 7. We zijn bijna rond. Laag houden. En kort. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En schouder op. En knietjes mogen weg, want de volgende oefening die gaan we doen zonder een weerstand. Twee benen zijn gespreid. Buik. En laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gewicht op uw rechterbeen. Uitstrekken. Uit. En 7. En andere kant. 1, 2, 3. Houden. 5, 6. Terugkomen. En houden. Twee, uw knie zo hoog mogelijk. 5, 6, 7. En we zijn terug weg. Laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houden. En 1, 2, 3, 4. We blijven op ons rechterbeen staan. We pakken met tegenovergestelde hand onze voet vast. Buig goed door je been. En trek je knie achteruit. En blijf staan. Even houden. Stabilisatieoefening, buig en strik. En buig, strik. 5, 6, laatste keer opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We blijven laag. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Over. En strek. 2, 3, 4, 5, 6. Houden. Pak je voet vast. Heel rustig. Ga naar beneden. Pak je enkel. Blijf spotten naar voren. Evig houden. En rustig buigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En heel goed gewerkt. We gaan over naar het derde deel. Het bovenlichaam. Goed gewerkt. Oké, we starten met het derde deel, het bovenlichaam. We gaan trainen schouders, biceps, triceps, je rugspieren en ook gedeeltelijk je buikspieren. We gaan staan parallel, schouders goed achteruit, hoofd recht en
rustig schouderrol achter. En op. En probeer je een heel klein beetje weg te zinken in de grond door je benen te buigen. En op. Schouderrol. Oké, hou je klaar. We gaan beginnen met front raises. Heel rustig afwisselend. Beginnen rechts. En voor. En terug. Voor. En neer. Op. Opgepast. Hou je schouders laag. Wel je armen heffen, maar niet je schouders. Vermijd van zwaaien voor en achter. En voor en achter. Op. Misschien nog een tip is, geen te zware gewichten gebruiken. 1 à 2 kilo voor de dames. De heren 3 en meer. En dat zijn hele lange reeksen. En die beginnen na een tijdje door te wegen, vooral op je schouders. Je schouders zijn uiteindelijk maar een hele kleine spiergroep. Nog 2 keer, dan gaan we over naar side raise. Opgepast, go. En side. Weer dezelfde beweging. Armen bewegen, schouders blijven laag. Goed, en op en terug. Goede buikspieren aanspannen, heel de tijd. En nog 4, 3 en 2. Oké, we doen terug front raise, afwisselend. 1, 2, 3 en side raise, 4 maal. 4, 3, 2. Oké, front, front, side, side. 1. Goed weg. Zinken in de grond. Benen gebogen. En terug voor. Rugspieren achteruit aangespannen houden. En zij. En zij. Goed zo. Voor. Voor. En zij. Oké, schouderrol. En. Heel rustig. In- en uitademen. Nu doen we front raise, 2 armen tezamen, langzaam. En 1, rustig neer. En nog eens, naar voren. En neer. Nu ga je zeker je spieren moeten gebruiken van je rug en je buikspieren om niet te beginnen schommelen. Als je die niet gebruikt, dan ga je beginnen dit doen. En dus buikspieren aanspannen, span je rugspieren aan. En voel voor. En. Laatste keer. En opzij. En inademen. En uit. Inademen. En uit. Nog 2 maal. 1. En. Nu doen we 1 front, 1 side. En. 1. En. Neer. En. Zij. We gaan het tempo versnellen. En we krijgen. 1. 2, zij. En voor. 1, 2, en zij. Goed zo. 1, 2, 3. Oké, schouderrol. En nu gaan we eerst van front naar side. 7, klaar. En voor. Zij. Naar voor, rustig neer. Front, side. Opgepast, niet schommelen, niet zwaaien met je armen. Alles recht houden. 1, 2, en. Hop, ah, ah. En. Nog 2 maal. 1, 2. Laatste keer. En. Goed zo, schouderrol. En. Hop. En even schouders losschudden. Maar over naar een deadlift. Je voeten iets smaller. Ter hoogte van je heupbreedte. Kneukelgreep. En we gaan naar voren met een rechte rug. En we komen rustig terug recht. Als je recht komt, schouders gewoon naar achter trekken. Bilspieren aanspannen. En terug. En 1, 2. En terug. 2, 1, 2. En. Goede schouders achterhouden. Ook als we naar voren gaan met rond schouders achter. Niet te veel door je benen buigen. Je benen zijn praktisch heel de tijd gestrekt. Alleen een kleine knik in je benen. Dead row is een beneden, op,
gestrekt omhoog, naar voor, gebogen en gestrekt. Snel, 1, 2, 3 en terug. Goed, je armen zij brengen, schouders blijven zoals bij die deadlift, ook weer heel goed heel de tijd achter. Je buikspieren aanspannen en geen een bolle rug, maar een beetje een holle rug en je buikspieren houden. Nog 2 maal. Laatste keer. En schouderrol. En biceps. Opendraaien en indraaien bij het naar beneden gaan. Dus open, in. Open, in. Oppassen ook weer. Schouders goed achterhouden. Goed blijven kijken naar voor. Telkens een stop en een stop beneden. Niet zwaaien. Voor en achter. En op. 6, 7, 8. Nog 4. 1. 2. 3. Oké, nu. Half heffen, opendraaien en terug naar beneden. Een oefening voor de rotator cuff. Een heel belangrijke spiergroep ter hoogte van je schouders. Heel gevoelig bij heel veel mensen. Het is een oefening die je zeker heel dikwijls mag doen, zonder te overdrijven natuurlijk, met een licht gewichtje. Op. En als je open gaat, ellebogen goed tegen je ribben duwen. En terug. Oké. Dan gaan we zo dadelijk een combinatie maken tussen deadlift, dead row, biceps curl en rotator cuff. Zijn we klaar? En 1, 2 en op. 2, 1, 2, dead row. En 1, 2. Dat doen we 4 maal, die dead rows. 1, 2, 3. En nog 2 maal. Laatste keer. En biceps. En 1, 2, op. 5, 6 en rotator cuff. Half open en half omhoog. Open draaien. En heel goed. Prima. 1, 2 en rustig neer. 1, 2 terug vanaf het begin. En deadlift. 1, 2, op, 2, niet te laag, ter hoogte van je knieën, dead row, en 1, 2, span telkens je rugspier goed aan bij het heffen, en nog 2 maal, 1, 2, en laatste keer, en biceps curl, en 1, 2, 3, 4, en open. En rustig neer. 1, 2. En goed zo. 1, 2. Laatste keer. En schouderrol. En schouder. Oké, over naar de volgende oefening. 2 benen parallel houden. Buig goed door je knieën. Zorg dat je knieën niet naar binnen hangen. Knieën blijven naar voren. Steun op je rechterdij. Gewichtje schuin naar voren. Niet te veel naar voren, maar ook niet te kort. En we gaan open. 1, 2. Een oefening waarbij je heel sterk je rugspieren voelt, maar ook je achterzijde van de schouder. 4, 3. Hou je rug recht, ook al is hij naar voren. En andere kant. En 1. Dus de romp is naar voren, maar wel recht. Geen ronde rug. 7, 8 en 4. 3 en 2. Nu doen we hetzelfde maar naar voren. Een front raise. Een bent op front raise. En op. Hou je hoofd in het verlengde van je romp. Je hoofd niet laten hangen. Ook niet te veel naar voren kijken. Nog 4. 3. 2. En ander naar op. En 1. En op. Goed steunen op je dij. Zit vlak goed achteruit. Trek op je rugspieren. En 7.
En rustig op, rollen. Rond de rug, omhoog. En schouder op. En nu doen we een combinatie. We gaan terug steunen op onze dijen. Schouders zijn laag. Rechterarm voor. Vier opzij. Vier opzij. Vier naar voren en vier naar voren. Hou je klaar? 6, 7 en 1, 2, 3 en we wisselen. 4, 1, 2, 3 en 4. Vier naar voren. 1, 2, 3 en 4. Vier met de linkerarm. 4, 3. 2 en terug zij en zij. 2, 3, 4 en links opzij. 1, 2, 3 en wissel naar voren. 1, 2, 3, 4, laatste keer. 1, 2, 3 en heel rustig, schouder op, even bekken naar voren duwen en langzaam afrollen naar beneden en heel langzaam terug op en twee benen zijn gespreid en nu doen we buig door je benen, we doen een biceps shoulder press, opgepast, vanaf het moment dat je naar beneden gaat doe je buig, strek, buig, neer. Buig, strek, buig, neer. Buig, strek. En laatste keer. Oppassen als je last hebt van je schouders, dan heb je de gewichtjes maar halverwege. Dus dan doe je maar dit. Oké? Goed, volgende oefening is in en uit. En zij, rust. Hop, terug. Oké, B-arm blijft achter. En we buigen. Elleboog is heel hoog gehouden. Houden. 4. 3. 2. Oké, we doen terug die squat. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, we draaien andere kant. En 1, 2, 3, 4, nog 4, 4, 3, 2, en arm achter. 1, 2, 3, 4, nog 4 maal. 4, hou je elleboog zo hoog mogelijk en rustig midden komen. Nu maken we de combinatie van squat, die zaagbeweging en het strekken naar achter. Oké, rompjes recht. 6, 7 en buig. 2, 3, laatste keer. En we draaien naar rechts en voor, achter, voor en 5, 6 en houden. En achter en buig. Achter en buig. 5, 6 en terug onze squat. 1, 2, 3, 4, 1, 2 en we draaien naar links. En voor. Voor triceps kickback. 1, 2, 3, 4, 4 en houden voor. Ja, prima. En twee benen rustig sluiten. En schouder op. En gaan over naar het vierde deel, de grondoefeningen. Ik zie je zelfs. Oké, dan starten we met het vierde gedeelte, de grondoefeningen. Voornamelijk de buikspieren en het zitvlak. Oké, we gaan liggen op het matje. Twee benen zijn gebogen, schouders ontspannen, handen achter je hoofd, ondersteun je hoofd, niet trekken aan je hoofd.
Afstand, een vuist tussen je kin en je borst. En heel rustig omhoog. Oké, hou je klaar. Op en terug. Uitademen als we omhoog gaan. Inademen als we neergaan. En gewoon een simpele crunch. Ellebogen in naar voren brengen. Hou je ellebogen heel mooi naar achter. En goed die buikspieren aanspannen. Je zitvlakspieren ook aanspannen. Je bekkenbodem. En nog vier. Drie. Twee. En rustig neer. Nu, knieën gaan omhoog. Kruis de benen. We doen een reverse crunch. Dat wil zeggen, de romp blijft op de grond. En we gaan ons bekken een heel klein beetje van de grond heffen. Niet veel. Niet te veel zwaaien. Proberen uit kracht te heffen. Dat moet maar enkele centimeter zijn. En niet hoog. Je mag eventueel een klein beetje de romp heffen. En dan gaan we over naar een dubbel crunch. Dat wil zeggen, zowel de romp heffen als de benen. En op. En uithalen. Ademhaling is heel belangrijk. Anders ga je beginnen persen. En dat is niet de bedoeling. Op. En. Nog acht. 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Voeten parallel tussen neer, gebogen op de grond. Onze twee handen gaan onder ons bekken, ter hoogte van je zitvlak. Dus niet in je lenden, maar echt ter hoogte van je bekken. Je heft je benen en dan voel je dat je min of meer in een kommetje hangt. Oké. Nu benen zijn omhoog. Volledig. Verticaal. Nu gaan we een scoop doen. Dus we gaan telkens scheppen. En. Je mag die oefening doen. Met schouders op de grond. Je kan ook eventueel je romp hebben. Iets vermoeiender voor je nek en je halsspieren. En dus. Scoop. Belangrijk is dat je been ver is en helemaal tot boven komt. Als je de kracht niet hebt, dan doe je kleinere bewegingen. En, mag open. En, grote bewegingen. Hop. Zorg ervoor dat je rug in de grond geduwd wordt. En, nog vier. Schouders zijn laag. Twee. En boven houden. Goed op je buikspier trekken om je benen boven te houden. Schouders zijn ontspannen. We gaan een grote schaar doen. Dat wil zeggen, één been komt omlaag. En dan wissel je bovenaf met het andere been. Als je het te zwaar vindt om tot beneden te gaan, dan buig je je benen en je gaat half naar beneden en half terug omhoog. Met gebogen benen kan ook. Je kan eventueel tikken met gebogen benen. En als je dit te licht vindt, dan ga je terug je benen strekken. En op. En strek je benen. En. Heel goed zo. Nog vier keer. Vier. Drie. En twee. En één. En twee benen even buigen. Goed de knieën naar je toe trekken. In en uit ademen. En voeten op de grond. En strek je bekken omhoog. Buikspieren ontspannen. En rustig naar beneden. We starten met de cross crunch. Twee benen zijn een klein beetje gespreid. En we draaien met de rechter elleboog naar de linker knie. Hand is opzij. Steunt op de grond. En 1, 2, en 3, 4, 5, 6, 7,
Andere kant. En we proberen onze schouders net van de grond te houden. We gaan niet volledig terug. Hou je spanning in die buikspieren. En op. En op. Goed zo. Telkens erop meedraaien. 6. En 7. Oké, we gaan terug wisselen. We heffen ons linkerbeen omhoog. En rechterhand achter jou. En we gaan proberen met de elleboog in de richting van de knie te gaan. Ons been gaat naar en van ons weg. En 1. 2. Als het te moeilijk is, hou je gewoon je been boven, gebogen opgestrekt. Vind je het te gemakkelijk, dan ga je je been helemaal buigen, van boven naar beneden heffen. En 1, 2, 3. Dus maak een keuze, of met gestrekt been, of met gebogen been, of gewoon boven stilhouden. Nog 4 keren. 4, 3, 2, en we wisselen. En gebogen been. Alleen eerst naar de grond. Op. En nog 4. Handjes opzij. Oké. Been gaat omhoog. En op. 1. 2. 3. 4. Been gaat omhoog, omlaag. Met gestrekt been. Of met gebogen been. Of je been stilhouden. 7. 8. Nog 4 keer. 4. En 3. 2. En rustig neer. En hef je bekje van de grond. Op. En rustig terug neer. En trek je knieën naar je toe. Romp. Naar u toe, neus tussen je twee knieën en benen gebogen, afstand, armafstand naar je knieën, handen zijn opzij, we gaan opzij en we komen terug boven, andere kant, zij en terug, opzij en terug, zij en terug. Zorg ervoor dat je niet te ver gaat. Dus niet te ver naar de grond. Controle houden over je buikspieren. En op. En terug. Oké, nu gaan we iets vermoeilijken. Benen boven. Benen buigen. Benen omhoog. Benen buigen. Als we strekken, proberen heel goed de benen te strekken. Volledig dat de twee benen verticaal zijn. Op en zij. Op, zij. Op, zij. Laatste keer. En rustig neer. En bekken gaat omhoog. Goed zo. En langzaam neer. Je hebt nu een hele lange reeks gehad buikspieren. Nu komen de zitvlakspier aan bod. Twee benen zijn gebogen. Je voeten zijn ongeveer op heupbreedte, schouderbreedte. En we gaan langzaam heffen. Twee handen op de grond. En op. Knieën gaan naar elkaar toe. En naar elkaar open. Naar elkaar open. Op. Neutraal. En op naar elkaar. Nu in plaats van het accent naar binnen te brengen, gaan we het accent naar buiten brengen. Haal je klaar. En open. Open. Wat ga je voelen? Dat je meer de spieren aan de zijkant van je benen voelt. We gaan nog eens omkeren. Naar binnen. En naar binnen. Voel je de spieren wel zitvlak als de spier aan de binnenkant meer werken. Nog 4. 3. En 2. En laatste keer naar buiten toe. En 1. En 2. En 3. 4. Nog 4.
3. En 2. En rustig neer. Nu, linkerbeen gaat recht omhoog. Laatste oefening. We gaan omhoog en terug. Op. En 1. 2. 3. Terwijl je been gestrekt boven kan houden. En alle kracht komt uit je rechterhelft van je voetvlak. Nog 4. 3. 2. En we wisselen. En 1. 2. Omhoog. Goed. Probeer vooral te duwen op je schouders en op je voet. En op. Op. Nog 4. 3. 2. En we gaan terug wisselen. En. Oké, we zijn er bijna. Nog even volhouden. En. Probeer ons zitvlak van de grond te houden. Dus net de grond niet raken. Kom maar, laatste 8 met je linkerbeen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laatste keer wissel. En kom maar, nog even volhouden. En op. En op. Op. Laatste 8. En 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En 2 benen in. Heel rustig naar je toe, neusje naar je knieën. En we schommelen. Enkel keren. En we komen recht. En prachtig gewerkt. We gaan over naar het laatste deel. De stretching, relaxatie en yoga. Oké, we zijn aangekomen bij het laatste deel, deel 5. De stretching en relaxatie. Wat we nodig hebben is een handdoek en een matje. We gaan liggen op het matje. Zorg ervoor dat je hoofd op het matje ligt. We hebben de handdoek. En we gaan die over onze voet heen plaatsen. Oké. Dus je linkerbeen is omhoog en de voetpunt wijst naar je toe. Opgepast, je schouders niet omhoog trekken, onze schouders zijn ontspannen. Zorg dat je goed ligt. We trekken gewoon heel rustig je voet naar ons toe. Je voet is niet gestrekt, maar flex, dat wil zeggen, teenpunt is naar je toe. De schouders zijn laag. Adem heel rustig in en uit. Adem iets langer uit dan we inademen. En we doen een heel rustige buikademhaling. Heel belangrijk bij het tot rust brengen van ons lichaam. Nu gaan we ons been buigen en langzaam terug opstrekken. Been terugbuigen. Zorg ervoor dat je knie op dezelfde plaats blijft of nog meer naar je toe komt bij het strekken van je been. Dus buig. En langzaam strekken. Te heel langzaam buigen. En je been komt telkens iets dichter en dichter. Dat zijn geen meters, dat zijn heel kleine centimeters. En heel langzaam buigen. En rustig staan. Oké, we gaan daar houden. Je voelt dat die spanning heel hoog is aan de achterzijde van je beenspieren. Maar probeer heel langzaam in en uit te ademen. Dan
zal je voelen dat na een tijdje die spanning iets minder zal worden. Nu strekken we ons rechterbeen langzaam uit over de grond. Uw onderrug is in de grond en uw been boven is gestrekt. En heel langzaam in- en uitademen. En we gaan wisselen van been. Rechterbeen is boven, handdoek goed vasthouden, schouders naar de grond duwen, niet omhoog, je hoofd is op de grond, de buikspieren zijn in en uw onderrug heeft contact met de grond. Zeker geen te holle rug maken. Teen is naar je toe en je trekt heel rustig je been strekt naar je toe. Been langzaam buigen, hou je knie op dezelfde plaats en trek je voet naar je toe. En nog een keer, heel langzaam buigen en strek. Heel rustig in en uitademen. Altijd die spanning opzoeken, want als we geen spanning hebben, zijn we niet aan het stretchen. En stretching werkt altijd een hele lichte inspanning van je lichaam. En nog een keer buigen. En stretchen. Ander been op de grond, ons linkerbeen uitstrekken. En zorg ervoor dat je been naar boven is. Dat hij niet buigt en dat hij niet wegzakt. Dus goed boven houden en dit been, linkerbeen, volledig strek. En twee benen buigen. Wisselen van been terug. Nu draai je je voet open. Je linkervoet open. Handdoek vasthouden met je rechterhand. Dus linkervoet en rechterarm. Voet is opengedraaid. Nu gaan we ons been langzaam opzij brengen. De voet is het laagste punt en de hiel het hoogste. En je gaat voelen dat je been meer aan de binnenkant van je been uitgerokken wordt. Dus de spier aan de binnenkant van je been. Oppas niet meedraaien met je schouders. Je rug blijft op de grond. De schouders op. Nu breng je voet meer in de richting van je oor. En adem heel langzaam in en uit. Been langzaam buigen. En rustig strekken. Been buigen. En langzaam strekken. Hou je been en strek je rechterbeen uit over de grond en houden. Heel langzaam in- en uitademen. En rust je been omhoog. Twee benen aansluiten en wissel van been. Je rechterbeen is boven. Je probeert je handdoek vast te houden met je linkerhand. Voet is opengedraaid en been gaat opzij open. Schouders zo laag mogelijk op de grond houden. Het is niet de bedoeling dat je been naar de grond gaat open. De bedoeling is dat je voet in de richting van je oor beweegt op de zijkant. Dus zijwaarts in de richting van je oor. En houden. Je
Been terugbuigen. En strek. Uit. En langzaam buigen. Hou je knie op dezelfde plaats. En breng je voet telkens verder en verder. Opzij en de teen naar je toe. En laatste keer buigen. En strek. Strek je linkerbeen uit. Opgepast, hoe je been en je bekken neerhouden. Je bekken mag niet meedraaien. Het bekken in de grond houden. Nu met je linkerkant naar beneden. Been komt omhoog. En twee benen in. Handdoek. En langzaam. Schouders zijn laag. Trek je twee benen naar je toe. Benen buigen. En langzaam strekken. Benen buigen. En langzaam strekken. Oké. We zwaaien een paar keer achter elkaar. En we komen langzaam recht. En we komen in spreid zitten op het matje. Spreid zitten. Oké. Zorg er eerst voor dat je goed op je zitbeenderen zit. Zitbeenderen. Dat zijn die twee grote knobbels achteraan in je zitvlak. Dat je niet achterhangt, maar meer naar voren. Oké, we pakken terug onze handdoek. En we zwaaien die over ons rechterbeen. Onze rechtervoet. We trekken de handdoek naar ons toe, rompjes terug. En heel rustig naar de rechterzijde. Langzaam in en uit ademen. Kin blijft omhoog. Je probeert zo ver mogelijk te kijken. Niet naar beneden. Kijken zo ver mogelijk. En rustig terug. En we gaan hangen. Aan onze handdoek naar deze zijde. En terug. Naar voren. En terug. We plaatsen de handdoek naar ons linkervoet. En. Oké. We draaien naar onze linkervoet. Heel ver naar voren. Heel rustig in- en uitademen. En telkens ietsje verder. Schouders zijn laag. Rug is recht. Kijk naar voren. En naar beneden. En we gaan aan de handdoek hangen. Twee benen komen naar voren. Eén been, ons linkerbeen blijft. Rechterbeen is open. En nu draaien we onze schouders zo ver mogelijk naar achter toe. En gesteund met de hand achteraan. En je kijkt over de schouder naar achter toe. Langzaam terug en naar voren. Heel rustig in- en uitademen. Als we uitademen, proberen we telkens de grens van onze lenigheid beetje bij beetje te verleggen. Heel goed. Oké, we wisselen van been. Eén been gebogen, de rechterbeen is gestrekt. Rechter rug. Goed je handdoek vasthouden en we draaien volledig open. Trek aan je handdoek zodat je niet naar achter gaat hangen, maar dat je romp recht blijft. Schouders zijn in verlengde van elkaar en we kijken achter.
naar voren. En naar voren. Schouders slaan. Niet optrekken. Schouders achter. Rechterrug. Je nog even nagenieten van deze stretching. Nog 4, 3, 2, 1 en prachtig gewerkt. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden en we zien elkaar zeker volgende keer terug. Hou het gezond en blijf sportief.